Ja, het nieuwe jaar is alweer een aantal dagen oud, maar dat betekent ook dat de tweede seizoenshelft van de voetbalcompetitie weer gaat beginnen. Maar voordat we ons daar volledig op gaan focussen, heb ik nog een hele mooie prijs voor de beste speler van december. Voor de laatste maand van 2023 waren de genomineerden Kai Sierhuis, Walid Ulcik, Michael Kosidis en Koen Costons. En zoals je hieronder kunt zien, hebben Sierhuis en Ulcik beide 35% van de stemmen gekregen. Maar jullie als kijkers gaven de Fortuna Spits net iets meer stemmen. En daarom zijn we niet in Zittert, want Kai Sierhuis is de nieuwe L1-speler van de maand van december. Nou Kai, ja. Kijk eens wat ik voor je heb. Ik denk dat ik het nieuwe jaar hiermee goed laat beginnen. Hoop ik tenminste. Ja, zeker. Speler van de maand van december. Leuk. Mooie erkenning. 4 doelpunten in december. Ja, dat klopt. Is dat je beste maand bij Fortuna? Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Ik denk dat de laatste maand voor de winterstop wel mijn beste maand was. Ja, wel een gevolg van het harde werken van die maanden daarvoor. Maar dat meeste kwam eruit in december. Dus ja. Ik denk dat het al met al ook voor het team een best wel een goede maand was. Er zaten best wel wat mooie doelpunten tussen. Vitesse scoorde je al binnen 18 seconden. Ja. Wat is je mooiste? Ja. Ik weet niet of ik het moet zeggen, want NEC uit was natuurlijk als team was misschien wel de minste wedstrijd van december. Maar ik denk dat die goal wel de mooiste goal was van mezelf dit seizoen. We gaan, voordat we verder gaan praten over jou, gaan we naar het rad. Weet je wat het... Ja, die hebben zelf ook een rad. Wij hebben zelf wel een rad in, maar dat is geen goed rad. Dat gaat meestal om de straffen die je krijgt. Ja, dat is dit ook een beetje. Kun je dilemma's of opdrachten. Dus we gaan kijken bij het rad. Je moet er 3 keer aan draaien en iedere keer als je draait komt er een nummer. Kijk op mijn iPad en dat is of een opdracht. Of een dilemma. Ik ben benieuwd. Nou, geef hem maar eens een keer. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Kijk, een hele goeie. Ja, hij moet wel flink draaien. Hij moet flink draaien. Nummer 14. 14. Welk nummer heb je het laatst afgespeeld op Spotify? Ben je een beetje van de muziek? Ja, ik ben wel een groot muziekfan. Niet zozeer van hedendaagse muziek, althans iets minder. Ik ben wel wat meer van de oudere muziek, de 80s, 90s. Oké. Okay. Maar waar luisteren we naar Unwritten van Natasha Bedingfield? Dat is een guilty pleasure, maar we waren gisteren naar de film en toen kwam dat nummer op en dat was echt hilarisch. Dus vandaar dat we die vandaag even opzetten in de auto. We gaan even terug naar je beginperiode bij Fortuna. Mm-hmm. Het ging een beetje moeizaam, kan ik dat zeggen? Ja, dat kun je wel stellen. Ja, goed, ik denk dat je dat wel kunt stellen. Ik denk dat misschien veel mensen meteen veel dingen hadden verwacht toen ik hier kwam. Ik heb natuurlijk al vaker bewezen in de Eredivisie dat ik goals kan maken, dat ik een goede speler kan zijn in de Eredivisie. Ja, ik kom van Ajax af natuurlijk. Ja, ik heb Ajax jeugdopleiding. Alleen ik kwam natuurlijk wel uit een hele moeilijke periode en ik denk dat dat soms wel eens onderschat is door bepaalde mensen. Ik ben eerst 11 maanden eruit geweest met een knieblessure en vervolgens heb ik eigenlijk een half jaar lang in een situatie gezeten waarin ik niet de mogelijkheid had om weer terug te komen op het niveau wat ik voor mijn blessure had. Ik heb een half jaar veel op de bank gezeten, weinig minuten kunnen maken en eigenlijk niet de opbouw kunnen krijgen die ik nodig had om weer mijn oude niveau terug te vinden. Is dat ook als ik dan naar je kijk het begin dat je in Sittard kwam en nu, in december, maak je 4 goals, dat je een beetje aan het opbloeien bent, dat je echt ook het gevoel hebt van ik voel me fysiek goed. Ja, zeker. Ik ga doelpunten maken, daar bloei ik letterlijk van. Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk in die periode daarvoor en die periode die ik net heb omschreven, van 1,5 jaar heb ik eigenlijk niet echt plezier kunnen halen uit het voetbal. Want ik was eerst geblesseerd, dus ik voetbalde überhaupt niet. En daarna kwam er een half jaar waarin ik heel weinig aan bod kwam. Dus dan haal je ook weinig plezier uit het voetbal. Dan moet je het doen met korte invalbeurten. En in het begin is dat fantastisch, want je kan weer spelen. Ja. Alleen daarna wil je natuurlijk weer meer. En ik heb heel veel tijd en energie erin gestoken om weer terug te komen op mijn fysieke oude niveau. En dat ging dan inderdaad in de laatste weken of maanden voor de winterstop ging dat weer gepaard met dat het ook beter ging lopen voetballend en dat ik het team daarmee kon helpen. Nummer 2? 18. Wat een leukje. Nou. Spreek je al dialect? Niet echt. Nee? Kan je een beetje zingen? Ik kan wel redelijk zingen. Oké, want we gaan het clublied zingen. Oh nee. Een no. Fure Fortuna, Fortuna, laat gaan.
Wat kan ons gebeuren? Weer zijn uit te slaan. Ja, goed. Jij nu? Met 11 mannen. Dat is ons idee. Nou veuren. Fortuna, olé. Nou veuren, Fortuna, olé. Ja, laten we de rest van de Rixen staan. Ja, ik vind hem wel goed hoor. Ik geef je nog een applaus. Oké, okay, dankjewel. Ja, heel lekker. Dat verdien ik ook wel. Ja, je begint steeds populairder te worden bij de supporters. Ik zal je dan ook wat laten zien. Is goed. Als ik zeg van, hey, zie je huis. Oeh, ah. Gaat er wel een lampje branden. Ja, wat doet dat als persoon met je, dat je daar staat en dat al die supporters ineens met zo'n nummer komen? Ja, dat is prachtig. Weet je, ik had het ook helemaal niet zien aankomen, want er werd natuurlijk al wat gezongen met Sierhuis on Fire soms. Ja, en die dan heb je ook nog inderdaad. Dus ja, ik had eigenlijk verwacht van dat zal wel een beetje mijn nummer worden. En ik ben een paar keer naar het supportersom geweest, naar wedstrijden en dan ging iedereen dat zingen. Nou, dat was al super leuk. Ja. En dit is toch wel een soort classic darts nummer. Wat in de zalen gezongen wordt en wat ook gebruikt is als opkomstnummer. Dus dat ze daarmee hebben gespeeld en mijn naam van hebben gemaakt, vond ik wel heel leuk. De derde keer? Nou, de laatste. Welke wil jij? En nummer 1 vind ik de leukste. Daarom ook die helemaal in oranje. Nummer 1. Nummer 1. Maar die vind ik dat ook de leukste. Nou, dan moet je weer iets gaan doen. Oh, maar dat nee, kan niet nu. Maar omdat je nu on fire bent en als je een doelpunt scoort, dan moet je naar de camera lopen. Dan moet je het volgende gebaar gaan maken. L1. Mag ik een keer oefenen? Even kijken. Zo. Ja, L1. Nou ja, ik hou het eraan. Zaterdag tegen Sparta. Ik ga mijn best in ieder geval doen. Eerst maar scoren. Dat zou leuk zijn. Ik sluit eigenlijk altijd dit item af met een hele simpele vraag. Op het eind van de competitie, welke plek staan jullie? Oeh. Ja. Dat is wel een leuke, denk ik nu, hè? Want ik denk dat het dit seizoen nog echt alle kanten op kan. We staan natuurlijk nu 10e en de hele middenmoot staat dicht bij elkaar. Dus je moet scherp zijn dat je niet plekken daalt. Ik denk dat de eerste doelstelling gewoon moet zijn dat we zo snel mogelijk het puntenaantal behalen wat in principe handhaving veilig stelt. Hè? Dus dat zal meestal 134 punten zijn. Dat moet de eerste doelstelling zijn en daarna mag je altijd verder kijken. En ik ben ambitieus en ik wil ook wel, ik mag ook wel verder kijken, vind ik. Nou, dan wordt het 8 of 9, laten we dat maar zeggen. Oké, hou het erop. Waar komt u te staan? Ik ga even kijken. Een mooi plekje bij ons thuis nu, dus die verdient hij wel. Dus kan ik er naar kijken, haal ik natuurlijk ook weer motivatie uit. Precies. Dus, maar hij moet wel zichtbaar zijn. Dat lijkt me wel, ja. Dan gaan we voor. De Rixen site weer voor je gaan zingen. Wat is trouwens je favoriet? Hey Baby of Sierra? Nee, Hey Baby is wel de favoriet geworden. Ja. Ja, al heel snel, dus ik hoop dat ze die wel blijven inzingen. Weet je dat van zaterdag gespeeld als projectse site? Ja. Hey Baby, of Hey Sierra. Hey Sierra. I want to know if you score a goal. Top. Goed. Thanks man. Yes.